50 meter. Nog 30 meter. Start gevallen. Paarden zijn gestart voor Derby selectie 2 Gento. Die snelt onmiddellijk naar de leiding. Maar die wordt afgelost aan de buitenzijde door Good Luck Niels. Good Luck Niels die gaat de leiding nemen bij het indraaien van de bocht. Gustafsson naar de tweede plaats en daarachter Gento. In vierde stelling volgt dan Gusty Rhythm. Daarachter is het dan Giel Wielinga als de paarden de eerste bocht doordraaien. Dan volgt Groovy Greenwood en die worden dan gevolgd door aan de binnenkant Giorgio Bocco. En daarachter volgt dan nog het gigolo als de paarden dan in de rechte lijn voor de tribune zijn. En de deelnemers zo dadelijk langs de grote tribune komen met aan de staart van het veld op dit ogenblik als de paarden dan zich melden voor de grote tribune Giel van Kamstra. De paarden komen langs de intersectie met aan de kop Rob van Toor met Good Luck Niels. Die heeft een lengte voorsprong. Op de tweede plaats volgt daarachter dan Gustafsson. Derde stelling Gusty Rhythm met Gento. Aan de binnenzijde probeert Giel Wielinga naar voren te schuiven. En daarachter, als we de laatste ronde ingaan, is het Groovy Greenwood. Verder weg in het veld volgt dan Gigolo met aan de binnenzijde Giorgio Bocco. Aan de staart van het veld hebben we nog Gigant wel, die geflankeerd wordt door Kurt Roegers met Giel van Kamstra. En de paarden komen de bocht door op weg naar de overkant van de baan. En Good Luck Niels lijkt nog altijd. Heeft dan met 1000 meter te gaan, 2 lengte voorsprong. De tweede plaats is daarachter voor Gustafsson. In derde positie Gusty Rhythm. In vierde positie volgt daarachter dan Giel Wielinga. Terwijl in vijfde stelling Gento valt te situeren. Die wordt gevolgd door Groovy Greenwood. Deze twee paarden achter elkaar met Giorgio Bocco. Dan Gigolo, Gigant wel. En Giel van Kamstra is nog altijd Tail en Charlie. De paarden zijn einde overzijde. Gaan de laatste bocht in. En het is nog altijd Good Luck Niels. Gustafsson op de tweede plaats. Is genaderd tot op een kleine lengte. Daarachter op de derde plaats dan Giel Wielinga. Zo gaan we de bocht door. Giel Wielinga die wordt nu afgelost door Gusty Rhythm. Die gaat naar de derde plaats. Daarachter volgt dan Gento met verder weg in het veld Groovy Greenwood, Giorgio Bocco, Gigolo. En daar een galoppade voor Good Luck Niels. Die heeft dan de problemen bij het uitdraaien van de laatste bocht. In de laatste rechte lijn zijn de paarden Gustafsson de leider. Gustafsson met Gusty Rhythm op de tweede plaats. Die tracht aan te vallen. Aan de binnenkant heeft Giel Wielinga moeite om bij te blijven. Daar komt Groovy Greenwood naar voren. Die heeft nog een paar lengte toe te rijden. Maar Gustafsson leidt nog altijd. En aan de buitenzijde komt dan Gusty Rhythm. En Gusty Rhythm die gaat dan schuin naast Gustafsson komen. Maar helemaal aan de buitenzijde komt Groovy Greenwood. Groovy Greenwood aan de binnenkant, Gustafsson. Groovy Greenwood op de lijn, Gustafsson. Daarachter volgt dan Gusty Rhythm en Gento. Close voor de eerste plaats. De rechter heeft het laatste woord.